sprak Kevin net even. Vertelt u mij dat hij gisteren nog even had geprobeerd om op het ijs te gaan schaatsen. Was hij er doorheen gezakt? Hé, hey, Tammo, het was zo koud. Ik kreeg er zo'n leuke pillen van. Leek wel op een genoop een grote kooltrui, man. En hij kan niet over een dikke gamba. Kevin. Jongens, moet je kijken. Groot nieuws. De rechter zet per direct een streep door de avondklok, man. In totaal hebben we 24 avonden thuis gezeten vanwege die avondklok. Dus ik dacht, als de regering ons nou als goedmakertje voor elke avond een potje bier opstuurt, dan hebben we in totaal gewoon een kratje bier. Dus iedereen die vrienden heeft in Den Haag, stuur deze video hem door. En wie weet hebben we voor het weekend al ons kratje bier. En dan kunnen we met z'n allen gaan bier drinken, jongen. Iedereen heeft er steeds over bitcoin, dit en bitcoin, dat en dat ze er zoveel geld mee verdienen. Dus ik dacht, misschien moet ik ook maar een dikke bak bitcoin regelen. Het nichtje van Anita, een relatie met een kerel genaamd Rogier, en die heeft er nogal verstand van. Dus ik dacht, ik bel hem even op voor wat tips. Hey, Tammootje, lekker dat je belt, man. Dus jij wil even geduiken in die crypto-business, hoor ik. Ah, kikken, man. Ik ga ervan uit dat je helemaal op de hoogte bent van de basic knowledge. Als ik het heb over de blockchain, de ledger en de wallet, daar heb je allemaal in je koppen, toch? Wat? Waar je gewoon echt even rekening mee moet houden, kerel, is dat bitcoin staat op een all-time high. Daar moet je je centen niet in willen pompen op dit moment. Je moet al je pijlen gaan richten op de altcoins. Dan heb ik het over Ethereum, IOTA, Cardano, daar zit het echt geld. Wat? En als je echt slim bent, zet je nu al je knaken in op XRP. Want als Ripple binnenkort die lawsuit wint, dan gaan ze echt to the moon. Dan ga je knaken, harken, kerel. Weet je wat? Laat me zitten met die digitale bieten. Ik wacht alweer tot de bietencampagne begint, want ik snap er helemaal niks aan, meeuwe. Lig ik net even op de bank mijn mentaal voor te bereiden op de derby van het Noorden. Heerenveen tegen Groningen. Kom dan niet verder, hè. Hey Tammo, heb je ook zin in een bekertje kwast? Je weet wel, van die hete limonade. Wat? Heb je naar buiten gekeken, Anita? Het is ja bijna 15 graden. Die rommel drinken toch alleen maar op de ijsbaan na het scheuvel? Het is ja lente, man. Ah, kom op, Tammo, hé, met een scheutje dubbele groen. Oeh, nou ja, doe me nou maar aan. Hallo zeg, moet je eens kijken. Wat een mooie nieuwe broek. Gooi daar een master skinken, wat een schieren naar je baksem, ja. Overzegste neef van mij, hè, Kevin. Die heeft verder niks met muziek, maar de laatste tijd is een liedje aan het zingen, moet je maar zoen. Hoe moet ik niet Pete on a hand down? Sha-la-la-la-la-la-la. Of moet ik niet beef op een stock down? Oeh. Kevin. Nou, loop eens even kijken of dit lukt. Night, night in the night, just night, night in night, night in the night machine. Om nooit. Er is er een jarig hoere, hoere, dat kun je wel zien, dat is de koronings. Wij vinden dat allen zo kloot, man. Run op, man. Aanstaande woensdag heb ik een afspraak staan. Ben toch wel blij dat ik weer naar de kapper kan. De hoorsnijder, de scheerboos. Want dit ziet er jij niet uit, man, kerel. Wij Groningers willen vooruitkijken. De wereld verandert en Groningen verandert mee. In de politiek zijn digitaliserings-, klimaat- en energie hot topics. Maar Greta had bedacht dat er wel even een kerncentrale in Groningen neergezet kon worden. Maar hier tussen de windmolens is helemaal geen ruimte. En op deze gaslocatie ook al niet. Nee, en dit is ook geen geschikte plek. Dus Mark, een kerncentrale, dat is normaal. Stem Tammo. Lijst 0597 mail.